Zorginstelling De Vlechting in Nijmegen is woensdagochtend ontruimd als gevolg van een brand. De brand vond plaats in een van de appartementen op de derde verdieping van het gebouw en bewoners werden door een tiental ambulances geëvacueerd. 8 bewoners zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet gewond, maar wel geschrokken. ZZG Zorggroep zal voor opvang zorgen voor de inwoners wiens woning niet meer bewoonbaar is door de brand.